Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag ga ik de 10 gaatjes challenge doen. Fijke, die heeft mij uitgedaagd eigenlijk meer om een challenge te doen. En dat is 10 gaatjes achtereen graven en filmen met een lijfdik. Niks ertussen, niet uitkiezen. Dus als je niet wil graven, graaf je niet. Ga je door naar het volgende gaatje. Maar 10 gaatjes achter elkaar graven met een lijfdik. En dan kijken wat we aan het eind van die 10 gaatjes hebben. Dat kan heel leuk worden, maar dat kan natuurlijk ook heel erg tegenvallen. Want 10 gaatjes is niet zo heel veel. En op akkers zoals deze heb je vaak 1 op de 20 kans dat er een leuke vondst is. Ik heb hier de eerste. 55. Ja, kan van alles zijn natuurlijk. Dat weet je maar nooit. Het eerste gaatje. Ja, het eerste gaatje is niet heel bijzonder. Het is een stukje afgeknipt koper. En dat kan voor alles gebruikt zijn. Maar ja, ik moest hem wel graven. Want dit had natuurlijk ook een hondenpenning kunnen zijn. Of een koperen munt. Of noem het maar op. Gaatje nummer 2. Nummertje 70. Nummer 70. Het lijkt wel bingo. Helemaal nerveus van dit soort content maken. Dit doe ik eigenlijk nooit zo. Ja, gaat al naar de 80 zelfs. Het is een stuk lood. Het is 1/4 of 1/6 denk ik zelfs. Het was een rondje en het was een gewicht. Maar dat hebben ze verknipt. Vraag niet waarom, maar dat is zo. Ik wil niet helemaal vals spelen en alleen maar echt hele mooie signalen graven. Dus ik heb hier eentje die is, ja, niet super mooi, maar hij schommelt zelfs een beetje. Maar ik ben toch nieuwsgierig wat het is. Dus ik verwacht er niet zo heel veel van. En toch ga ik hem graven. Want ook dat hoort bij de challenge. Meest is het dan toch wel een ijzeren ring of... Het is toch niet iets van ijzer. Het is toch iets anders. Het is... Ja... Een soort wortel of een soort muurhaakje. Kon je je theedoek aan hangen? Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval wel een leuke vondst. Het is niet een stuk ijzer of iets geks. Het is echt wel leuk. Vondst nummer 3. Aangekomen alweer op vondst nummer 4. Waar was die? Hier. En graven me weer. Ik zal jullie er even bij pakken. Beetje voorzichtig doen. Beetje ruim uitsteken, dan komt hij wel. Daar is hij. Heel gek. Zie je? Zelfs ik zit er wel eens naast. Het is gewoon een groot stuk ijzer. Plat stuk. Ik ga ervan uit dat dit alles was. Zie je? Voor iedereen die denkt dat de Toy Soldier alleen maar mooie vondsten hebt, ook ik zit er wel eens naast. We zitten op nummer. Nummer 5, toch? Ik denk nummer 5.
Als jullie nou de eerste challenge willen kijken. Feike heeft mij gechallenged, hoe zeg je dat? Feike heeft mij uitgedaagd. En hij is van Shockwave Metaaldetectie. Dus als jullie dat kanaal nog niet kunnen, maar jullie willen wel de eerste challenge zien, waar het mee begonnen is, ga even naar Shockwave Metaaldetectie. En dan zie je hoe Feike de eerste deed. Volgens mij zat het hier al ergens. En het is. Ja. Ik ga jullie er even bij halen. Het lijkt wel een soort duimschroefje. Ja. Ik denk dat hier een wortel aan gezeten hebben. Daar kon je iets aan draaien. Hier zat het aan vast. Oh, hier kan je vinger erin doen. Is het een soort strafding? Hoe noem je dat? In de middeleeuwen werden sommige mensen in de duimschroef gezet. Nou, dat zal het niet zijn. Als jullie het weten, hoor ik het graag in de comments. Nummertje 6 alweer. Getalletje rond de 80. Even opwippen. Zit hij mooi in het kluitje. Wat is dit nou toch weer? Nou, dit is wel leuk. Want de eeuwige discussie of het nou een malletje is voor een musketkogel of een kasknopje is hiermee uit de wereld geholpen. Het is namelijk exact hetzelfde modelletje als de oude versie. Dit is een jongere versie. Maar het is een kasknopje. Het is wel een keiharde banger. Maar een laag getal. 38, 40. Dus ja, misschien is het wel een blikje van de boer. Ja, misschien ook wel niet. Hier zit hij. Nou, ik zie wel een mooie verkleuring. Nou, ben benieuwd. Dat is het leuke van metaaldetectie, hè? Dat je nooit exact weet wat je gaat vinden. Kijk, hier zit het. Het is vrij groot. Oh, het is een gesp. Een bukkel. Leuk. Ouderwetse bukkel. Naaldje zit er nog aan. Zo. Dus als het nou mijn riemstuk gaat, dan kan ik altijd nog weer een nieuwe bukkel eraan maken. Weer een banger van een signaal. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van, want het is vaak of iets heel goeds, of het is echt heel slecht. Een beetje rommelig grondje hier. Het zit er nog in. Ik denk dat ik het al zie. Ja. Oh. Oh. Oh, dat is wel heel erg leuk. Het is een zakhorloge. Het is een zakhorloge. En 12 uur is nog zichtbaar. En het uurwerk zit er nog in. Hij is helemaal compleet. Niet dat hij het meer doet. Dat is leuk. Nummer 9. Een krakerig, beetje veentachtig geluid. Dus dat zou betekenen dat het of klein is of heel diep ligt. Ja, ja. Ik zie hier wel allemaal mooie verkleuringen. Och. Oh, ik dacht even dat het een zilvertje was.
Ik dacht even dat het een zilvertje was, want je ziet hier allemaal van dat bruinige verkleuring. Hier ook. En dat is echt, dat komt altijd een beetje bij zilver naar voorschijn. Maar als ik deze munt zo zie, dan verwacht ik niet dat het een zilvertje is. Nee. Nee, je ziet de koper er al doorheen komen. Het is gewoon een Krusty Musty Duit. En dan zijn we alweer beland bij signaal nummer 10. 10 gaatjes, 10 vondsten, meer niet. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Maar het is inderdaad, het lijkt op een stuk gereedschap als ik dit zo zie. Maar hier zitten ook versieringen in. En aan de andere kant is die ook versierd met een soort krasversiering. Als jullie het weten, hoor ik het heel graag. Gelukkig weet ik zelf ook niet alles. Dan heb ik nog wat. Zo lijkt het zelfs al een vogel. Heel gek ding. Dan zit ik hier te editen en dan kom ik erachter dat ik helemaal niet heb afgesloten. Ik heb gewoon helemaal de video niet afgesloten. Ik was zo lekker in mijn hoofd bezig dat ik gewoon vergeten ben af te sluiten. Ik ben ingepakt en ik ben naar huis gegaan. Niks een eindje. Normaal gesproken is dat niet zo erg, maar ik wilde eigenlijk nog iets zeggen. Duim van Team Treklip, ik nomineer jou nu om de 10 gaatjes challenge te doen. De 10 gaatjes video. Of de 10 gaatjes, ik kan mij het schelen hoe je het wil noemen. Ik zie graag jouw video met 10 gaatjes aan één stuk door, live dicks. Geen gaatjes overslaan. Lekker zoeken.